sprong die beide een prachtige sprong. En het lijkt hier of Blondie een mooie bocht heeft gemaakt waardoor ze een kleine voorsprong heeft kunnen maken. Eigenlijk met springen niet heel bang, maar crosshindernissen vind ik toch altijd wel een beetje spannend. En Verona gaf er eigenlijk zo'n goed gevoel mee dat ik in alle blijdschap na het rondje reed. Ik wil op crosswedstrijd met Verona. Wat gaan wij vandaag doen? We gaan vandaag op cross training. En dat doen we in Schipluiden. In Schipluiden? Ja. En, ik vind het wel iets spannend hoor. Snap ik. Dit is mijn eerste outdoor cross met Blondie. Want ik heb bij jullie natuurlijk al een mini crossje gedaan. Want dat ging al erg goed. Ja. En jij hebt ook al een mini crossje gedaan. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat bij je gaat. Want jij gaat niet op je eigen paard, maar jij gaat op Verona. Op Verona, ja. Dus dat is dubbel spannend. Want ik heb natuurlijk wel nu een keertje op Verona gereden, maar... Ja, dat had ik net ook. Ja. We gaan maar in de auto en we gaan naar Schipluiden. En waarom gaan we naar Schipluiden? Ik denk dat jij dat beter weet. Oh. Nou, we hebben zaterdag hebben we toch wel een wedstrijd. Ja, zaterdag hebben we een indoorcross in Lisse. Dus dat, en het gave daarvan is dat ze twee binnenbakken hebben. Geweldig. En ik weet dat ik denk 5 jaar geleden heb ik daar ook een keer een indoorcross gereden. Hm. En dan... kon je dus ook, was één deel van de cross in de ene bak en de andere deel van de cross in de andere bak. Dus dan moet je van de ene naar de andere bak galopperen. Ja, het is echt heel cool. Ik heb dat ook een keer bij zo'n hele grote cross gezien en deden ze het met een triljard bakken, maar twee bakken is ook echt heel cool. Ja, echt heel cool. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik heb gehoord dat ze allemaal super mooie hindernissen aan het maken zijn, Lisse. Dus. We zijn nog steeds met de boer on tour. We zijn in de auto met moeders en Daan. Hi. Ze zijn me een partij aan het praten, dat wil je niet weten. Ze houden bijna niet meer op, alleen nu. En we zijn er bijna, nog 3 minuten. En dan gaan we crossen. Ik ben best wel heel erg zenuwachtig. Gaat het met jou zenuwen? Het gaat goed. Ja? Ja. Mooi. Je kan het goed zo! Bra! Goed zo! Goed zo! Bra!
Jij kan het ook, echt waar. Kom maar. Ja. Oeh. Zo. Met Lone, hoor. Goed zo. Stap maar mee. Kom maar. Heel goed hoor, doe je. Keurig. Stap maar mee. Oeh. Goed zo. Goed zo. Goed zo. We hebben heel erg leuk in de waterbak gespeeld. Blondie heeft haar diploma aangehaald. Dus ik ben weer trots op haar. En jij? Nou, ik vond het echt heel gaaf. Ik vond het wel een beetje spannend. We gingen ook... dat is Steef dit. We gingen ook een wal springen naar beneden toe. En een boomstammetje iets naar beneden. Dus dat was wel gek dat je dan... springt, maar toch naar achter moet zitten omdat je naar beneden toe springt. Ja. We hebben een waterbak. En dan moet je zo omhoog. Ja. Blondie gaat in beeld staan. Blondie stelt de show. Tuurlijk, Tess. Nou, heel erg leuk dat je vandaag een Verona wou crossen. Ja, ik vond het heel gaaf. En Verona geeft een heel vertrouwd gevoel. Dus dat was ook wel fijn om te voelen zo. Ja, bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog. En kijk ook naar het kanaal van Manege, de Arkenhoeven. Wij gaan een paard eten geven, paarden eten geven. Dus doei! Doei!